Hallo! En welkom bij Dynamite Magic Sub product update nummer 50! 50 hoor. 50! Een mijlpaal. En daarom heb ik speciaal iets meegenomen, René. Ik zal het je even laten zien. Taart? Lijkt er wel op. Dus het heeft dezelfde vorm. Maar het mooiste is, ik heb een plankje meegenomen. En sommigen denken dat het een kaasplankje is, maar het is geen kaasplankje. Ik weet het. Ik heb al zoiets gezien, maar heel groot. In een restaurant. Vertel. Ja, daar gebruiken ze dan om dingen in de oven te schuiven en zoiets. Dat klopt. Het mooie is als je de oven nou op 180 graden zet. En je gaat dan met je paddeltje in en je komt er in één keer uit. Dan heb je er één keer een pizza op zitten. Hoe? Met en salami. En die zomer een pizza. En het mooiste is, de pizza staat er aan beide kanten op. Twee pizza's. Oh, lekker. Het mooiste is, soms zou je zelfs de pizza zo aan beide kanten kunnen laten zien dat de pizza erop zit. En als je wil, kun je zo de pizza eraf halen. Kun ik zien, daar zit verder niks op. Lekker. En dat is de pizza paddle. Maar met de pizza paddle zou je nog veel meer dingen kunnen eigenlijk. Als je nou die pizza pakt en je duwt hem in je broekzak. Op deze manier. Dan heb ik hier weer een nieuwe. Maar in principe kun je er heel veel dingen mee doen. Je zou ook kunnen zeggen van weet je wat. De pizza die gooi je er terug op. En dat soort dingetjes. Dus je kunt er een hoop mee doen. Wat je ook kunt doen, René. Is je kunt de pizza namelijk eraf pakken. En lekker opeten. En weer goed. Pizza paddle. De pizza paddle. Ja, pizza paddle is natuurlijk net als alle andere paddles, maar dan in een logisch iets, want waarom zou je een paddle gebruiken? Nou, dit is gewoon een mini pizza. Ik weet niet hoe het echt heet eigenlijk. Pizza. Pizza paddle. Paddle, ja, in Amerikaans waarschijnlijk wel. Het is geen roeipaddle. Maar ja, kinderen, mensen herkennen het natuurlijk. Het is erg leuk iets. Je krijgt de paddle, speciale paddle, met twee extra pizza's. Ja. En met salami. En online video instructies. Je kan er ook van alles mee, je kunt er zelf gewoon mee experimenteren. Je kunt de pizza laten veranderen in een dollar, of je zegt deze pizza kost maar een dollar. Ja. Ja, je kunt er eigenlijk best wel veel dingen mee doen. En inderdaad, je kunt ook de soorten, net als de bananentruc zeg maar, steeds eentje wegpakken en die komt steeds weer terug. Je kan er meer mee dan alleen maar met de paddle. En het smaakt ook nog goed. Dus, en het smaakt ook nog goed. En de pizza paddle kost? €32,50. Leuk ding. Ja, want hoe vaak heb je over goochelaar niet dat ze zeggen, kun je ook iets aan de kinderen laten zien? Heb ik het tegenover als close-up goochelaar. En vaak denk je dan, wat is er geschikt voor kinderen? Dit is en close-up en geschikt voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Dus dan vang je meteen eigenlijk een hele familie mee, heel gezin. Ik vind het een leuk ding. Even erbij vertellen, je krijgt een online video instructie erbij van hoe het allemaal kan en moet. De pizza paddle. De pizza paddle. Dan heb ik hier een mooi zwart doosje. Want als er iets is wat veel gevraagd wordt, eigenlijk zijn dit allemaal de rookapparaten die er zijn. Je hebt Vapor, je hebt onze eigen Mystic Smoke. Je hebt de Mystic Smoke, dat is rook van vingertopjes. Dat is een speciale gel, zo moet ik even noemen. Pasta, die maakt rook. We hebben de Smoke Watch, de Link Smoke. Maar toch is er vaak gevraagd, ja, is er iets wat meer rook creëert? Het mag ook gewoon uit de hand komen. Het mag ook uit een voorwerp komen, op tafel bijvoorbeeld. Die vraag krijgen wij hier veel. En daarom hebben we ook besloten om ook de Smoke One toe te voegen aan ons assortiment. Nou, we gaan niet de truc laten zien, want het is niet echt een truc. Het is een apparaatje wat je kunt inzetten. Dit is de Smoke One. Ik ga even laten zien wat je allemaal krijgt. De Smoke One bestaat uit een doosje met een certificaat. Dit is de Smoke One. Het is een klein kastje met een aan-uitknop, met een oplaadknop en een aansluiting voor een... Schakelaar, externe schakelaar. Nou, het is heel simpel. Je zet hem aan. En er zit nu wat vloeistof in, niet heel veel. En als je er op de knop drukt, dan komt er uit het apparaatje rook. Nou, je zou de ding dus kunnen palmeren. Nu zit er, hebben wij er geen vloeistof in gedaan, ook het zit er nog in vanaf de fabriek, zeg maar. En je ziet nu hoeveel rook dat dit creëert. Dus is dit kastje, dit indrukken, zie. En hij creëert rook. Nou, dat is leuk, maar dit kastje moet je palmeren. Je moet op de knop drukken. Nou, wat erbij zit is een, noem het extension switch. Dit ding kun je aansluiten hier, zo. En dit kun je bijvoorbeeld, weet ik veel, ergens onder verwerken, ergens in een pannetje, maak je gat in de tafel, of een doosje. En hier heb je een extra knopje. Nou, als je op het knopje drukt, ik zal het even neerleggen om te laten zien wat er gebeurt. Oh, rommel, rommel. Je drukt op de knop en de rook komt daar vandaan. Dus dat kun je gebruiken als een soort afstandsbediening, maar dan met kabel. Nou. En zou je er ook een doosje en zo mee kunnen vullen met rook? Zou je het hier bijvoorbeeld ook onder kunnen doen, even voor te laten zien dat er toch best wel flink wat rook in korte tijd uitkomt? Dat kan ik even doen, maar we kunnen het niet 100% vangen natuurlijk. Dus eens even improviseren.
Maar we gaan het even doen. Stel voor, rook zal er onderuit komen, denk ik. Moet daar even wat rook in laden. Dan blijft ook mooi hangen. We zitten hier in de rook, kijk. En in principe, als je nu zou optellen, denk je dat je, zie je, dat je heel wat rook gevangen hebt. En dan moet hij rook nou nog. Hij rookt nou nog. En, kijk, wat je ook erbij krijgt, want daar waren we mee bezig, is dit. 3 flesjes vloeistof. Nou, volgens mij gaan druppels in. Dus voordat je dit op hebt, kun je de brandweer bellen, heb je heel veel rook. Je krijgt erbij een polsband voor het hele kastje vast te houden. Je krijgt nog wat andere dingetjes bij, extra nozzels die hierop zitten. Dit is een gerichte nozzel, maar je hebt ook een algemene nozzel die wat verder verspreidt. We hebben de oplaadkabel zit erbij. En ik zie hier, dat ziet eruit als een soort gloeispiraaltje. En schroefjes zijn extra onderdeeltjes, mocht dat ooit nodig zijn. Dit is de basiskit Smoke One, de standaard. Wat we ook hebben, heb ik hier nu niet even bij de hand, maar die vertel ik wel even. Dat is de remote kit voor dit ding. Dan klik je hier een klein blokje op met een ontvanger. Dat kun je dan gewoon echt bijvoorbeeld in het doosje leggen, dichtmaken. En je hebt een apart kastje. En als je dat op afstand indrukt, zit het zonder kabel, dan gaat dit apparaat ook roken. Volledig opgeladen gaat er dan 20 uur mee. Op het moment dat je ding aansluit op het kastje, zeg maar, dan gaat wel je accu langzaam leeg omdat het continu signaal zoekt. Dus hebben we ook remote kit €65. Deze Smoke One kit compleet €235. Wel, goed gemaakt. Geen Chinese rommel, het is een Lucas Magic uit Japan. Even een vraag. Ja. Kun je hem alle kanten oprichten? Of? Ik denk het wel. Ja. Dus het maakt niet uit hoe die eigenlijk ligt. Het komt altijd op ongaan. Het is niet zo dat nu de vloeistof zeg maar eruit valt. Zeg ik laat even door ook zie. Hier zijn we. Achter de rook. Ja. Smoke One. Ik vind het een gaaf dingetje en ik zie er ook alweer veel toepassingen voor. Degelijk gemaakt. We hadden er al een aantal zo geleverd dat mensen ze bestelden, zeg maar, voordat we het op voorraad legden. Dus daarom dachten we, nou, als we het toch blijven bestellen, kunnen we het net zo goed gewoon op voorraad leggen. En met het oog op vapor, want wij vinden vapor een heel mooi ding. Maar toch, ja, zijn we er niet 100% tevreden mee na al die jaren. Er zijn gewoon veel, ja, toch soms probleempjes mee. Die kunnen we wel altijd oplossen. Maar daarom is dit misschien een goede vervanger voor de vapor. Smoke One. Ik werk weer even alles terug op. Die staat uit. Gaat allemaal terug in. Vloeistof. Onderdeeltjes. Kabeltjes. Nog meer kabeltjes. En deze kost? €235. Smoke One. Wat hebben we nog meer? Ik heb nog iets leuks meegenomen, René. Oh. Een drievoudige DVD-set, of hoe moet ik het noemen, van Uri Geller trilogie. Uri Geller. Je krijgt zelfs een gesigneerde lepel. Van de Fism 2015 zit een DVD'tje bij van zijn kunnen aan doen. Hey, zijn lezing die hij daar gegeven heeft, is oké, dat is één DVD. Een interview. Interview met Frans Harari is inderdaad DVD nummer 2. En de andere DVD heeft niet te zeggen. En de derde DVD is eigenlijk de biografie over zijn hele leven, wat hij allemaal gedaan heeft en hoe slim dat hij er aangepakt heeft. Want hij is toch een hele goede zakenman. Zo is het gewoon. En inderdaad, oplagen van 500 stuks. We hebben hier toevallig nummer 83. Deze sets zijn niet meer te verkrijgen als ze helemaal op zijn. Wij hebben ze niet vorige week vrijdag, maar die vrijdag ervoor binnengekregen. En toen waren ze in Amerika ook al uitverkocht. Dat wil zeggen, niet meer na te bestellen. Dus als deze bij dealers verkocht zijn, is het einde oefening. En dat de DVD zelf is gesigneerd door Uri. Dus als je het zelf aan eraf haalt, staat die handtekening nog wel op. Mm. En de lepel zelf ook. Maar het is nu zo als je de lepel er eigenlijk uithaalt, dat hij in één keer uit jezelf gaat bouwen of zo. Dat kan. kost zou kunnen. Kost in ieder geval €195. Ja, €195. Oh, is dat goed? 159, dat scheelt weer. Klein verschil. Ik wist dat er 59 zat, €159 voor de 3 DVD set met de lepel. Ja, een verzameldingetje. Collectors item. Geen truc, maar dat was hem. Interessante informatie. Het is ook wel een leuk iets. Een potlood. Een speciaal potlood. Maar dit potlood, als je daarmee wuift, zeg maar, dan zie je dat die gum gaat schuiven. Zie je, die gaat helemaal naar voren schuiven. Dat is op zich niet bijzonder, maar niet alleen de gum is speciaal, maar je kunt die gum ook uitrekken. Kijk, zo. Je stress je zeg maar helemaal zo uit.
En dan heb je een hele lange gum. Sterker nog, je kan die hele gum ook weer goed maken door je en dan wordt die gum weer normaal. Zie je, dan kun je het potlood zelfs helemaal uit handen geven. Dan kun je alles checken. Dan heb je gewoon een normaal potlood. Maar als je hem dan lang gelaten had, had je in ieder geval een pagina in één keer een groot stuk uit kunnen gummen. Ja, of die gum was afgebroken, had ook kunnen. Dan heb je zo'n hele lange trrr, zo'n gum. Dit is een snelle demo van To The Point van Danny Weiser. To The Point van Danny Weiser. Wat krijg je? Nou, alles wat je net gezien hebt. Je moet één kleine aanpassing doen. Stelt niks voor. Hebben ze nog niet gedaan. Omdat je kunt kiezen uit twee opties. Zouden ze dat wel voor jou gedaan hebben, kon je niet meer kiezen. En zeiden ze, nou, dit had je ook kunnen doen. Maar we hebben hem al voor je gemaakt. Dus kan het niet meer. Preparatietijd heb ik gedaan. Nou, 30 seconden. Nou, zeg een minuutje. Met alles erbij. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Potlood. Geheime gimmick. En een DVD, jawel, geen online video, een DVD, zoals het hoort. Helemaal compleet. Dus met alles wat je nodig hebt voor... ik wil zeggen 32,50, maar dat zou misschien liegen. To The Point. Oh ja, 32,50. Heb je die gelogen? Niet gelogen. Hetzelfde als pizza pedal. Oké, daar was ik nog. Dus To The Point, Danny Weiser, DVD met alles wat je nodig hebt. 32,5 euro. Oep, dan gaan we potlood. Yep. Hadden we laatst een hele mooie fles staan. Heb jij toevallig eentje bij de hand? Eén? Ja, of twee. Oh ja, die kan ook, ja. Ja, jij wordt nou, ja. Dat, ja. Nou, word je niet echt dronken van. Dan moet je heel veel van de... Oh, twee is al beter. Ik heb benieuwd de twee kobbertjes. Hij is alleen, ze zijn alleen helemaal leeg. Het zijn normale plastic flesjes. Wat is de bedoeling? Eentje is voor jou, eentje is voor mij. En de bedoeling is dat je precies hetzelfde doet wat ik doe. Je pakt het flesje op je hand. En het kokertje gaat eroverheen. Is je kokertje ook leeg? Ja. Oké, ja. Gaat eroverheen. De hand gaat erop. En dan ga je hetzelfde doen wat ik doe. Hetzelfde doen wat ik doe? Ja. Ja. Goed zo. Goed zo. Dan krijg je loonsverhoging. Ja, jammer. Had niet geworden. Maar het mooiste is, als je nou je hand draait, één keer, twee keer, drie keer, je ziet dat er namelijk een wonder is gebeurd. Als het goed is, staat die fles bij jou. Ja, dat klopt, dat is normaal. Kijk, bij mij staat die rechtop. We gaan het nog een keer doen. Fles ga ik opzetten er in één. Oké, dan gaat hij. Hand op. 1, 2, 3. En als je goed kijkt, dan zit hij bij jou op de kop. En bij mij zit hij graag op. Dat vind ik wel een beetje... Mag je fles af, volgens mij? Dat kan. Nog een keer. Daar zit hij net op. Koken erop. Ja? 1, 2, 3. Goed opgenaamd. Als je goed kijkt, zit die fles bij jou. Op de kop. Mm-hmm. Dat vind ik raar, maar bij mij staat hij rang op, terwijl dat hij bij jou op de kop staat. Dat vind ik wel raar, bij mij staat hij gewoon rang op. En dit is, ja, hoe heet hij? Mini bottles, track bottles. Ja, mini, ja, we trokken die zelf laatst uit de kast, dus er is niet echt over nagedacht. Volgens mij kost hij 15 euro. Als ja, kost 15 euro. Mini bottles, tricky bottles. De originele naam komt hier onder een beeld te staan. Slechte voorbereiding, maar we dachten net, hier, die staan hier in de kast langs ons. Hey, dit is ook een leuke. Volgens mij inderdaad mini. Mini trick bottles of mini chipsy bottles. 15 euro. Leuk dingetje. Leuk dingetje. Nou, en super handig als je close-up wil doen. Ook misschien ook voor kinderen. De restaurant dat je toch iets. Ja, dan zou ik hier wel oranje. Zou ik wel oranje of zo opzetten dan? Kleine tip als je bij kinderen doet. Ja. Of echt alcohol erin en dan. Kan ook. Ja. Leuk. 15 euro. Ook geen geld. Ja. Vind ik. We hebben deze ook in het groot trouwens, moet je even kijken bij Tricky Bottles, daar hebben we nog meerdere soorten van. Volgende keer laten we een hele leuke zien, een variatie erop. Maar dat doen we de volgende keer. Iets anders. Ik heb één voorspelling, die laat ik niet zien. Ja, je hebt niet wel gezien, maar dat heb ik gezien, maar dat maakt niet uit. En één spel kaarten. De kaarten halen wij uit het doosje. Ik zal het even laten zien. Ik weet niet of er dubbel tussen zit, dat zou zo wel kunnen, want het is een heel snel bij elkaar gerist spel. Maar volgens mij niet. Okay. Zo, de kaart kan een beetje schudden. Sterker nog, schud jij ze ook even als je wil. Geen vals schudden. Tevreden? Ja. Okay. Al die kaarten gaan in het doosje terug. Zo, met alle eerlijkheid. Zo, terug erin, kijk. Het idee is als volgt. Ik ga één voor één kaart uit het doosje halen. Dat gaat als volgt. Ik haal steeds hier één kaart uit. Dus 1, zeg maar. 2, 3, 4. Jij bepaalt zelf
waar je gaat stoppen. Op het moment dat jij stopt, is de eerstvolgende kaart, de kaart die bovenop ligt, jouw keuze. Deal? Ja. Okay. Daar gaat hij. Ik heb hier een joker. Een hart en zes. Een ruiter koning. Een klaver drie. Ja. Mocht je zeggen, wel een hele lange update, dat. Ja, dat ik ook even kort. Oké. Okay. De volgende kaart die bovenop ligt, dat is de klaveren koning. Zie je? De klaveren koning. Nou had je verder kunnen gaan. Je had kunnen pakken een schoppenkoning. Je had een schoppen vier, een ruiter vrouw, een acht met handtekening. Maar jij ging voor de klaveren koning. De voorspelling die al de hele tijd hier ligt, is klaveren koning. Dus ik wist precies welke kaart jij zou kiezen uit het spel. Dat is eigenlijk het idee, klaver koning, klaver koning. Dit is Influence van Michael Chatelain. Influence by Michael Chatelain. Wat krijg je? Je krijgt alles wat je nodig hebt. De kaart, nee, is niet waar. Je krijgt alles wat je nodig hebt behalve een normaal kaartspel. Je krijgt verder helemaal compleet. Dus de gimmick. Ik zet alle foute informatie te kletsen. Wat je krijgt is de verpakking met de gimmick en online video instructies. Wat je zelf toevoegt is een kaartspel en bij voorkeur een doosje. Ik laat even zien, is een kaartspel, een klassieke versie. Dus de versie met het back design. Wij noemen dat de old case design op de website. Ik was er net even niet helemaal bij en dat nagenoeg alles wat hier ligt super vers is. We hebben hem net even bekeken voordat we de update gingen opnemen. We zijn 2 dagen eerder aan het opnemen dan normaal. Dus mijn hersentjes zijn ook bezig met het verwerken van de dingen die ik net gedaan heb. En daarom even was ik het raaskallen, zoals ze dat noemen. Dus dit moet je even bijbestellen. Kaartspel Old Case Design, als je dat nog niet hebt, dan kun je het helemaal maken. Preparatietijd om het te maken. Ook een minuut. Het is eenmalig. Hij is nog niet klaargemaakt. Ze hadden dat wel kunnen doen, eventueel. Maar dan was het uitgebreider geweest. Maar leuk ding. Super makkelijk ook. En in principe zou je hem meteen kunnen resetten. Influence kost €29,95 van Michael Chatelain. Influence. Ja. Dan had ik het net over die flesjes. Volgens mij heb je nog meer flessen zelfs. Ja, nog meer. Maar die heb ik allemaal wel leeggedronken. Die heb je leeggedronken, hè? Ik heb hier namelijk een spel kaarten in een fles zitten. Ja, dat vind ik echt helemaal bizar. En het mooiste is, ik heb hem ook in het rood. Nou, er is een bepaalde techniek, ik ga het niet uitleggen hoe, om een kaartspel in een fles te krijgen. Ik weet wel dat het makkelijker is om eruit te krijgen dan erin. Maar het is gewoon een leuk ding om te hebben. Ja, dat is onmogelijk. Het is toch eigenlijk mogelijk te maken, zeg maar. Je moet even nagaan, wat hierin zit, dat is echt een compleet kaartspel met cellofaan eromheen. Alle kaarten zitten in het doosje. We hebben versies met een vent, zoals je hier kunt zien. Daar kun je zien dat er echt alle kaarten in zitten. En zonder venster, dus bijvoorbeeld deze, die heeft geen venstertje. Maar er zitten ook echt alle kaarten in. Dus de vraag is, hoe komt het doosje daarin met cellofaan met alle kaarten erin en gesield? Nou, ik kan je even zeggen, door de bovenkant. De fles is dus niet later eromheen gemaakt. Dit kost heel veel tijd om dit allemaal zo te maken. Het doosje gaat erin, kaarten gaan er één voor in, seal gaat, alles wordt gedaan door de bovenkant van de fles. Dus het is een uniek dingetje. We hebben ze inderdaad, zoals Leon zei, met venster, zonder venster, in rood of in blauw. Allebei €79. Allebei €79 per stuk inderdaad. En je krijgt ook een mooi certificaat bij. Ja, die heb ik hier ook. Het is niet zomaar dat je de fles, het is een mooi seal ook. En je krijgt echt een certificaat bij waarop staat dat je een uniek exemplaar hebt ontvangen. Dus het is niet zeg maar iemand die er even in elkaar brengt. Kan niet, want het is gewoon heel veel werk. Kijk, dus, hoe vet is dit, zie. Ja, ik zal eventjes. Compleet certificaat erbij. Dus dat is echt wel een heel, ik vind een heel bijzonder ding. Ik denk als je het thuis neerzet, iedereen zou vragen, hoe dan? Dat denk ik trouwens ook nog steeds. Ik bedoel, ik heb best geduld, maar of dit nou zou gaan doen in de vrije tijd, denk het niet. Impossible Bottle. En dan moet je even uitkijken, niet te verwarren met de Impossible Bottle voor €3,50. Dat is een heel andere truc. Die hebben we namelijk ook. Maar die is ook wat makkelijker te doen ook. Die is inderdaad ook wat makkelijker te doen. Dan heb ik hier een veter. Normale veter. 2 sleutels. Een sleutel met een geel hoesje. En met een rode. Heel goed. Niet getrokeerd verder, zijn normale sleutels.
De hoesjes zitten er overheen, dat je mensen kunt vragen om een eentje te kiezen, een kleur te kiezen. Dat is herkenbaarder dan dat je dat met twee zilveren sleutels doet. En voor het idee, twee sleutels, rood en geel, dat we duidelijk kan zien. Rood en geel. Welke heb je voorkeur? Geel. Geel heb je voorkeur. Mag je deze kant even vasthouden? Heel goed. En je mag ook even deze kant vasthouden. Dankjewel. Top, top, top. Dan komt het mooie nou. Jij kiest zelf voor de kleur geel. Trek eens aan de veters. Want geel is namelijk spoorloos. Ik wil even hier boven aan de mensen laten zien. Het is echt één. Volledig weg. Het is compleet. Sleutel, ik ga hem even de schoenveter afhalen. Ik zal hem even loshalen. Mensen, dit is echt een gewone sleutel. Ja. Wat is dit? Dit is Cobra Dance van Jean-Pierre Valerino. Krijg je compleet, nou ja, wat je net al zegt, met de sleutel die nu verdwenen is inmiddels. Met deze sleutel, de veter en online video instructies en het geheime iets. Want als je dit systeem eenmaal door hebt, dan kun je eigenlijk allerlei voorwerpen laten verdwijnen. Want het is op zich wel een gaaf iets namelijk. Je kunt munten, allerlei kleine voorwerpen ook laten verdwijnen. Ja, wat hij, ik heb de video bekeken even snel. Ja, die heb ik niet gezien nog, helaas. Maar goed, ja. En wat hij leent van iemand een aansteker. Of hij pakt zelf een aansteker. En dan pakt hij wat magische poeder, doet hij in zijn hand. En dan laat hij de aansteker verdwijnen. Volgens mij laat hij ook weer een veranderende munt. Ik weet het even niet helemaal precies. Maar dat kan eigenlijk heel makkelijk mee. Het is super slim. Nogmaals, oefeningbaar kunst. Maar het is een leuk dingetje. Cobra Dance. Van Jean-Pierre Valerino. Hebben we nog iets? Volgens mij niet, hè? Jawel. Telefoon. En een doek. Het mooiste is dat je de doek namelijk voor je telefoon houdt op deze manier. Je pakt de doek vast. Je zet hem aan. Je kunt namelijk het doek zo door je telefoon in laten zakken. En dan kun je, als het goed is, het doek door je telefoon heen trekken. Maar ik vind het belangrijk dat je af en toe je telefoon ook van binnen schoonmaakt. En dat is Silk True Phone. Kost €13,75. Dus het is echt een normale doek, normale telefoon. Ja. Dus je bent ergens, je hebt een doek bij je. En je weet hoe het moet, zeker erbij even. Dan kun je gewoon de telefoon lenen en dit doen. Heel cool. Dus je hebt je phone van Jaemin Lee. Originele versie. Let op, originele versie. Uit Korea. Inclusief doek. Geheim. En online instructievideo. Hele korte video, maar het is ook niet moeilijk. Je moet alleen oefenen. Tof. Dan, volgende week. Hebben we een lezing. Donderdag hebben wij een lezing. Van Diamond Jim Tyler. Hier in de winkel op de plek waar deze tafel staat, staat dan Diamond Jim. Daar zitten wij allemaal te kijken. Ik ben heel benieuwd. Het lijkt een hele goede lezing te zijn. Hij toert ook al jaren eigenlijk de wereld rond met zijn lezingen. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. Wil jij erbij zijn? Sorry? Close-up goochelaar. Ja, wil jij erbij zijn? Kan nog. Er zijn nog plekken zat vrij. Bel even, mail even. Reserveer online. Kan op de website. Heb je aan de linkerkant de categorie kaartjes lezingen. Daar zie je alle lezingen die je kunt boeken. Rechts staat ook hetzelfde nog een keer, maar staat algemeen lezingen. En dan kun je eigenlijk dezelfde info vinden, maar dan zonder koop hier of getoe in je winkelmandje. Is meer de info alleen. Eind november, 19 november, hebben we nog Luca Volpe. Mentalist. De inschrijving daarvoor gaat nou heel goed. Dus het wordt een drukke lezing zo te zien. Als je wil komen daar naartoe, reserveer tijdig om een mooie plek te krijgen nog. En dan is het 31 oktober. Halloween. Ik weet niet of je het hebt gezien. Maar Leon en ik hebben een week of twee geleden wat rare filmpjes opgenomen. Hier in de winkel met speciaal licht. En gewoon voor de grap even voor Halloween. Hebben we volgens mij 6 of 7 video's hebben gemaakt. Toch? Ja. Van leuke trucs. Onder andere de armchopper. Dus de armguillotine. De dissecto. Dat is ook een soort guillotine. De voodoo. Oh ja, voodoo ook. Ja, de poppetje wat rechtop kan staan. De naald door arm met bloed. Freaky body illusions. Er zitten wel nog een paar leuke dingen bij die we nog niet hebben laten zien eigenlijk. Wat bedoel je? Zullen we even laten zien? Nou, weet niet. Dat is een goed idee. Het mooiste is, soms kun je zo je vinger eraf halen. En terug erop staat. Die staat er bijvoorbeeld op. Echt? Staat dat erop? Die staat er al zo op. Oké, wacht even, ik heb die DVD ook al gezien. Je hebt dat, die hand zit erbij, je hebt het oor, je hebt flossen, je hebt het kraken van een... Oh, en je hebt ook dit, je kan je duim, kan je zo
door je oor heen steken, laat zien, door je oor heen, kun je er ook uittrekken, zie je, zonder dat je oor beschadigd is, of je duim. Ja, volgens mij staat deze er ook net op. Precies dus. Zoiets. Dat is. Allemaal bonus, allemaal bonussen. Flashwound, staat er ook al met die snijwond. Flashwound hebben we ook, ja. Ja, maar die staat niet bij Freaky Body dus. Nee, dat is ook in een filmpje opgenomen. Ik ben denk, was er nog meer? Oh ja, best wel arm. En volgens mij waren ze dat wel een heel eind. Een stuk of 6, 7 waard. Gewoon even kijken, dan weet je wat we gaan. Check op het YouTube kanaal. Check op Facebook, de zakelijke pagina Dynamite Magic Shop. Zie ze ook allemaal. Ben je nog geen vriend? Vind ons dan leuk. Dan word je ook vriend, krijg je ook al die berichtjes. Heb je de app nog niet trouwens, denk ik nu ook even aan. De DMS app, Dynamite Magic Shop app, is in de Play Store. En in de App Store, is allemaal precies. Ook om te kijken, allerlei downloaden. Daar krijg je alle informatie automatisch. Nieuwtjes, alles wat wij plaatsen, is nieuws iets. Dat komt ook op jouw app automatisch binnen. Krijg je een melding van. Dan kun je ook uitzetten als je dat stoort. Maar dan krijg je automatisch een melding. Dus het is nooit verkeerd. Volgens mij. Was het dat? Dit was update nummer 50. 50. Ik zou zeggen. Toedeledokie. Tot de volgende keer. Groetjes. Doei.